Mijn vader ging met zijn vader in 1931 ongeveer naar het grootste en mooiste circus van Europa. En dat was toen Circus Sarrasani. En toen was mijn pa was zo onder de indruk, 15, 16 jaar was die, is het toen helemaal gaan nabouwen. Die tentstokjes die komen allemaal uit de droogrekjes van zijn moeder. Het enige wat eraan gekocht is, dat zijn de elastolien dieren en figuren die erin staan. Het is een keer in Zwitserland tentoongesteld. En daar werd het gezien door een Zwitserse orgelbouwer. En die vond het zo ontzettend mooi dat hij het wilde kopen. En toen zei mijn vader, dat is best als je het maar genoeg vergeeft. En toen zei die man, is 15.000 Zwitserse frank genoeg. En dat was genoeg. Vorig jaar opeens werden we opgebeld en of wij het terug wilden kopen. Ik heb dat natuurlijk onmiddellijk gedaan. Dat vond ik belangrijk, omdat wij als kind vroeger er ontzettend veel mee gespeeld hebben. Kunnen mensen het kopen? Als iemand dat zou willen hebben, omdat hij nog geen miniatuurcircus heeft, natuurlijk. Maar hoe kan dat nou? Het is het miniatuurcircus gebouwd door je vader. Ja, maar mijn vader heeft het ook verkocht en ik voel me niet geroepen om het daarvoor, om die reden te houden. Maar of er iemand voor komt, ik betwijfel het.